Hallo dames en heren, super dat we kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal Wiebe. Vandaag zijn we hier in Plopsaland. Ik ben een intro vergeten op te nemen, daarom doe ik het nu in het begin. We gaan even beginnen nu met de vlog. We zijn als eerste naar Anubis gegaan en nu kan de vlog zich volledig herpakken. Dus ja, veel plezier met kijken naar deze vlog nu. Welkom dames en heren. Op Anubis. Wat zijn we? Wat is van de zee? Dit was Anubis. We gaan eens kijken voor zo'n mondmasker. Hier. Yeah. We gaan binnen. We gaan op zoek. De vorige keer dat we hier waren in Plopsaland was tijdens de kerst. En toen hadden ze nog geen pins, nu wel. En ze hebben er van Dino's wel even tonen hier. Dus we hebben deze. De cameraman weet nog niet dat je met de camera moet werken. Het is een nieuwe. Dus, je staat niet scherp. Oh, wasp. Rip. Ja, sorry, wat wasp. Ik sta echt niet scherp. Kijk, ik ga heel... Ja, maakt niet uit. Kijk, gewoon deze. Deze, dan hebben we ook nog een exclusieve Magaland pin. En dan hebben we ook nog een derde. Dat is deze. Dus drie pins van Dino Splash. Deze steken we gewoon hierin. Dan hebben we ook nog dit. Dat is een mondmasker van Plopsa. En we gaan die even proberen. Maar ik moet eerst even. Oh, perfect. Dus we gaan die. Het zit hier allemaal in, weet je. Okay. Dit is het mondmasker van. Klopt zo, maar even proberen. Oh, mijn hoed ook is juist kapot. Nice. Ja. Het is zo, hè? Ja. Zit het goed? Ja. Goed, ja. Ja, dat is maar goed, want de trekker is juist kapot. Ja, rep. Ja, zie je goed. Zit goed. Het is fijn om aan te hebben. Dus als je geen mondmasker hebt, deze is een perfect eigenlijk. Dus deze kan je voor, ja, denk iets van, dat is 5 euro of zo kopen. Dus aanraden. Dus die kopen. En pins zijn er natuurlijk. Pas op, het zijn exclusieve, dus deze zijn dan binnenkort weg. Dat is natuurlijk een nadeel. Dus we gaan nu even een paar attracties nog doen. En we hopen dat we de front krijgen bij Anubis, want die hebben we nog altijd niet gehaald. We hebben het dus 5 keer of zo geprobeerd. De eerste keer dat we dat ging was direct front, kwam mijn camera nog niet klaar. Daar hebben we gefilmd. En de rest was tweede en derde rij. Dus nu gaan we proberen die front te hebben. En binnen een paar uur komt Wout zijn broer het nog, dus dat wordt een dik feestje gewoud. Ja. Dus we gaan even kijken wat dan nu en een paar attracties. En filmen het tot heel. Het is bijna klaar. Boom. Ook hier bij het bos van Pop, overal. Overal plexiglas. Hier mag je opstaan, daar weer niet. Ja. Kent het principe nu al, maar echt overal plexiglas. Ze zien. Woo!
voeten nog? Alle voeten aan. Ja, dat was echt... Als je hier op het wegje komt, dan zie je deze dingen. Dit zijn de oude props van de Wheezy en Wobbybaan, wat nu de K3 roller skater is ofzo. Dus kan je deze spotten? Ja, dat is eigenlijk gewoon hier op de baan. En dan zie je deze. Ja, ik heb een biki menu van ongeveer 12 euro met drinken natuurlijk, biki burger en frieten, ja, goede prijs. Makkelijk. Ja, Wout staat er nog. Ja. Welkom dames en heren op Heidi eruit. Lekker front row vandaag. Een van de minste leuke GCI coasters. Maar ja. Als je deze wilt doen, moet je front row. En dan gaan wij naar een bunny doen. Maar je moet nog een klein beetje opwarmen. Ik voelde een beetje stroef. Dus je moest een heel klein beetje, als je vanavond wat doen, had dat fenomenaal zijn.
Sowieso. Welkom dames en heren op de vernieuwde attractie Dino Splash. En Lokvloem van Mak. Van wie anders? Hoba. We gaan redelijk snel om te beginnen. Ik vind het jammer dat ze dit als nieuwe attractie beschouwen. Dat is totaal niet zo, maar bon. Eén kleine drop en dan één grote drop met een kleine airtime heuvel. Dat is wel tof. En dan gaan we heel traag hier. En hey, die is ondertussen ook weer gepareerd. We hebben al een ritje gedaan. En dan gaan wij naar de eerste optakeling. Richting de vulkaan. Boom. We staan even stil. Wow. Sorry Wout. De beveiliging ging even uit. Heb ik nog nooit, even aan zeg maar, ik heb het nog nooit gezien. Ik zit hier echt gewoon tegen Wout. Ja, en nu even naar voren. Wow. Dat is wel mooi, indrukwekkend. En nu naar de eerste kleine afdaling, maar dat zijn meestal de verraderlijke. Dus wie weet. Eerste afdaling, hoppa! Ah, die valt wel mee. Wow, wow, wow. Oh nee. En nu, nee. Oeh, oh, ben ik daar, oh god. Als je daar recht in zit, dan ben je zo stevig. We gaan echt rap door de baan. Ik ga dat staat niet vast. En nu komen we bij de tweede optakeling. Boom, boom, boom. Ik kom even hier. Ik kom even hier vast. Super veel rook. Hopelijk is het. Of is het nevel? Het is lichte nevel. Ah, ja. Oh. Ja, denk het ook. En ze hebben nog een plaats om uit te breiden. Hop, wow. En klaar voor de tweede afdaling, de grote afdaling nu. Is wel mooi gedaan. Zijn we klaar en... Tweede afdaling, woehoe! Airtime level! Wow. Ah, shit! Het is gewoon mee volgens. Ja, Wout, het was echt zo'n bot in elkaar. Maar bon. Ja, lichtjes. Ik heb, dat is zo'n nevel, kijk je dat? Zo echt niet erg. Want het is wel tof, het is beter dan de vorige versie. Dat wel. Ik kom ook gewoon hier vast, omdat ik anders tegen wou bot. Maar dit was de vernieuwde attractie Dino Splash. Dat is wel tof. Hier zie je dat niet zo hard. Welkom op de draak. We zitten een beetje ongelukkig. We zitten wel voor Papo. Met zijn echt op de draak. Wow. Woe. Niet de soepelste Mac, maar
eigenlijk is Max en Moritz ietsje soepeler. Raar dat hij maar één rondje doet eigenlijk. Zit er raar. Dit was de draal. Hallo dames en heren, welkom bij Interview met Wiebe. Vandaag gaan we eens... Sorry als er te veel wind is hoor. Daarom neem ik het op met mijn telefoon. Maar ik heb vragen aan jullie gesteld op Insta. En die ga ik natuurlijk beantwoorden voor jullie. Gaat Boekie op de keverbaan, vraagt Maxime van der Hagen. Natuurlijk, ja, Boekie gaat iedere keer mee. Kijk, maar nu ook al. Ja, het is gezien, hè? Tof. En dan vraagt Yassine Amatal, hoe was je begonnen om van attracties te houden? Ja, dat was vroeger al zo met Rock and Roller Coaster en dat was een fantastisch thema. Dus rond 5 jaar zat het er al in. Maar dan heb ik eigenlijk YouTubers leren ontdekken, zeg maar. Waaronder Eftoflex, nu Team Park Science of DaVinci Style Games of Vincent. Die dat eigenlijk deden, daar heb ik het soort van geleerd. En nu probeer ik hetzelfde te doen, maar dan op een andere manier. Hij vraagt dan ook nog, wat was jouw eerste zicht bij pretparken? Groot. Dat is het eerste wat ik direct dacht, als ik een pretpark voor het eerst zag. Dan vraagt er iemand, vraag? Vraagteken? Wie zou dat zijn, cameraman? Ja. Doe je ook Minecraft server reviews? Ja, soms, maar niet meer op dit kanaal, jammer genoeg. Wel op een ander kanaal, een gamekanaal. Dus jullie hebben een primeur, een gamekanaal komt eraan binnenkort. Hoe hoog is Silverstar? 2 meter, ja. Wat vond je de minst leuke attractie die je ooit hebt gedaan in je leven? Kan je pizza eten in Bellewaerde? Volgens mij niet, maar bon. Op welke manier zou je Plopsaland en Bellewaerde vergelijken? Plopsaland zie ik meer als ietsjes ouder en Bellewaerde zie ik meer als familiepark. Zo zie ik het toch. Hoe lang ben je al bezig met pretparken? Oh, ik denk echt intensief 2 jaar. Maar ik denk dat ik toch al zeker 12 jaar bezig ben ermee. Dan de laatste vraag, is je familie ook zo betrokken bij pretpark? En dat vond ik een heel interessante vraag, want het antwoord is zeker weten. We zijn bijna aan het einde, dus ik ga het even kort moeten maken. Zoals sommige mensen misschien weten, heeft de kant van mijn vader eigenlijk voor Bellewaerde gewerkt vroeger. En mijn vader heeft er gewerkt en mijn opa en oma ook. Maar eigenlijk heeft mijn opa het Wild Westgebied soort van ontworpen. Hij krijgt zeg maar deze foto's. Hier ook. Daarmee moest hij eigenlijk een plaats geven, ook de keverbaan. Hij wist dat het ging komen, maar hij had nog geen idee waar het ging plaatsen. Dus hij plaatste eigenlijk de gebouwen die ze hadden gevonden bij ja, een soort zakenreisachtig. Dus in feite, dus dat was ook het juiste antwoord van de Q&A, of van de quiz zeg maar. Dus mijn opa heeft eigenlijk soort van de indeling bepaald van het Wild Westgebied. Die heeft niet voor MacRides gewerkt. Je hebt geen stenen vervoerd naar Toverland of zo. Nee, dit is het enige juiste antwoord. Mijn vader heeft daar gewerkt als fotograaf, maar ik heb wel... Oké. Dus ja, dat was een beetje dat. Dus we zijn ook aan het einde, dus... Even... Nee. Niet, ja, oké, even weg. Ja, is goed. Ja, kaartjes, stop. Ja, laat maar. Dus... Zet er aan, ik zie het. Dus ja, dat was eigenlijk een vragenrondje met Wiebe. Oh, en de trein is er. Wout! Gaan we op de trein? Nee. Toen nog niet. Ja, dat was eigenlijk de Q&A eigenlijk. Dus als je nog vragen hebt, mag je altijd een reactie achterlaten. Wout en Stef. Versus de boot. Kom aan! Hij heeft een mooie over hem. Ja? Door Jacques Persen, 18 de welkom bij Wiebe versus Wout, deel 1. Ja, Stef. Voor een séjour à
ik was de bus niet. Dat is een beetje lastig, Tom. We gaan het doen. Een beetje over plaatsen naar de man. Ja. Ik hoop daarvoor eigenlijk gewoon een film te maken. Ik heb namelijk gezien. Als je aansteen dit hier, dat er een vuur uit de pomp komt dat zien. Maar ik zie namelijk geen vuur. Jammer. En daar zit zo'n stand. Ik kan wel vijf. Hallo. Ik ben in de pomp. Ik moet natuurlijk een goed water uitzien. Ik ding nog niet. Ook niet. Ja. Ik denk dat het niet veel gaat. Maar ik kan er al aan. Oh nee, dat is een keer kan. Shit. Ik ding gaat aan. Ja, nee, ik. Stop. Hey, Wiebe. Ja, ik heb al in. Ik moet dus even weg aan de andere kant. Want ze gaan, daar is er ook zo'n paneel. En dan gaan ze mee proberen snel te spuiten nu. Ik weet dat je niet zo heel veel ziet nu op dit moment. Ah, kijk, ze zijn er al. Oh, nee. Maar, ik hoop echt dat je veel ziet, maar ik vrees er een beetje voor. We zijn, oh, het ligt daar een zonnebril. Dat spuiten, die gaan mol. Maar ik vind het jammer voor de mensen die eigenlijk een avondticket hebben gekocht. Want die kunnen eigenlijk maar een paar attracties doen. Want Heidi is gesloten. Ja, het is ook nog aan balans gekomen, dus Supersplash is ook nog toe. En zo blijft het maar doorgaan eigenlijk. Heel veel attracties die nu niet meer gaan. Deze wel nog gelukkig, maar ik weet niet nog. We hebben waarschijnlijk nog een drie kwartier. Een vitaal kwartier, maar kijk, die kan wel. Die kan wel hebben. Oh, nee. Nee, kijk. Ja, en nu, nee, steek. Nee, ik kan het niet! Hier! Wat komt dat? Hey, ik heb wel weer geraakt. Je hebt de camera gedaan, hè? Hier raak je meer geraakt. Wat? Hier raak je meer geraakt. Ekke? Nee, ik heb veel meer geraakt. Oh, ik wil niet zo kunnen. Ik zou zeggen, ga naar een andere platform. Oh, dat is ook. Maar, er is niet zo heel veel te beleven hier. Dus als ik een tip mag geven, zomeravonden, niet echt de moeite waard. De Efteling daarentegen. Kijk, niks werkt hier. Ik raak aan 10.000 keer. Maar niks werkt hier. Dat is heel erg jammer. Dus wat moet je doen? Ja, rotsen dat maar. En zicht. Ik heb geen idee dat je kunt doen, momenteel. Dus, het is niet super spectaculair. Maar dit was het. Mijn masker is ook heel nat nu, dus daar heb ik het goed mee geflekt. Ik hoop dat je Wiebe versus Stef deel 1 heel tof vond. En misschien doen we het vaker. En ons laatste ritje Anubis van de dag. Ach, van die controle. Dames en heren, welkom op een avondritje. Anubis the ride. Oh.
Haha. Dat was een avondritje naar Lourdes. Hof. Hier komt dus de nieuwe dark ride van Boomba. Niemand weet wat of hoe, dus gewoon een nieuwe dark ride hier. Of daar, nee, denk hier, dat is hier te zien. Er is nu bijna niemand meer, dus niemand. Behalve Wout! Dames en heren, ik wil jullie hartelijk bedanken om te kijken naar deze video, deel 2 eigenlijk al. Er is een einde gekomen aan onze pretparktrip, is het ook weer niet. Maar dit was het eigenlijk voor vandaag. Vergeet zeker geen like achter te laten. Dus like, abonneer en tot de volgende keer. Later!